Inmiddels 5:02, lieve mensen, precies. De tijd waarop wij hier op de radio ons dagelijks gesprek voeren. En vandaag is mijn gast de minister van Binnenlandse Zaken en de kerstbenoemde partijleider, CQ-lijsttrekker van de politieke partij, Partij Luhur, in Suriname de heer Bronto Somaharjo. En we gaan vanmiddag met hem praten, lieve mensen, want het is een man met heel veel ambities. En zijn pijlen zijn gericht op de toekomst, op toch wel veel te betekenen voor de Surinaamse gemeenschap. En hij hoopt de hoogste positie in het land, denk ik, te bereiken. Ooit president zelfs. Want zo jong hij er was, was hij minister van Binnenlandse Zaken. En nu partijleider, lijsttrekker. We gaan met hem praten over zijn toekomstvisie. En uiteraard gaan we even terugblikken op de 4 jaar dat hij minister was. En we staan stil ook bij zijn levensloop. Meneer Somaharjo, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, bedankt voor de indrukwekkende intro, maar laat me gelijk verbeteren een aantal dingen wat u heeft gezegd. Ik ben geen partijleden, dat is nog steeds de voorzitter van de partij. En ik ben nog steeds geen lijsttrekker, dat wordt besloten op december bij onze partijraad. En ik weet niet of ik de functie van president ambieer, dat is koffiedik kijken. Maar nogmaals, bedankt voor de geweldige intro, ik zou er bijna gelegen van worden. Wij weten dat u jong bent en dat u zeker ambities hebt, hè? En, ambities voor een mooi Suriname, dat zeker. En in welke rol dat is, dat maakt mij niet zo. Maar goed, ik denk dat u niet gedroomd had dat u minister van Binnenlandse Zaken zou worden. En het is geluk bij een ongeluk, dacht ik. Uw vader was toch wel, denk ik, de man die toen die coalitie gesmeed werd, die ambitie had. Maar het ongeluk was dat hij geraakt werd door COVID, in het ziekenhuis terechtkwam en die coalitie vorming moest verder en hij moest een kandidaat voordragen. En het geluk kwam aan uw zijde. Dat hij dacht, ik ga mij niet weer op onzekerheid wagen. Door mensen in een positie te brengen die over een paar dagen weer de andere koers opvaren. Dus mijn zoon Bronto, die wordt minister van Binnenlandse Zaken. Zo is toch een beetje dat proces verlopen, dacht ik. Ja, ik denk dat vooral dat laatste belangrijk is geweest voor hem. En voor de overige partijleiding, dat er iemand gezet zou worden die onder geen enkel beding verraad zou plegen. Ja. Die onder geen enkel beding het volk zou verkopen. En dat is inderdaad dan de keuze van mij gevallen. Ja, nee. Maar dat is een groot probleem als we het hebben over vertrouwelingen, hè, partijgenoten. Waar je niet met 100% op kunt vertrouwen dat wanneer ze posities toebedeeld worden, dat ze geen verraad plegen. Dat is het probleem internationaal. Het gebeurt over de hele wereld. En in Suriname is het ook vaker gebeurd. Vanaf 1975 is er verraad gepleegd in de Surinaamse politiek. Of het nou bij de VHP is geweest, of bij de NDP, of bij de NPS. Alle grote partijen hebben met verraad te maken gehad. En bij ons was het verraad nog vers. Dus wij moesten ervoor zorgen dat het niet zou gebeuren. En een van de redenen hoe we dat hebben kunnen bewerkstelligen is dat ze mij hebben geplaatst. Nogmaals, ik zal het volk niet verraden. Ik zal het volk niet verkopen. En wij hebben dat stukje van verraad afgesloten. De verraders wordt niet meer overgesproken. De partij die ze hebben verraden is in de lift. U heeft het zelf kunnen zien. Wij hebben de afgelopen maanden een aantal massameetings gehad. En de laatste was in Marienburg en wij hebben daarbij vriend en vijand mogen verrassen met de wil van de almachtige. Is het inderdaad een politieke aardverschuiving geweest, dus wij zijn erg tevreden. Ja, qua opkomst, u ziet dat veel mensen naar uw massameeting toekomen en dat is voor u indicatie dat uw partij goed aanslaat in die samenleving. Nou, een van de indicaties, wij zijn natuurlijk een partij van en voor het volk. We zijn midden in de samenleving. Wij wisten ook de vorige verkiezing dat de resultaten niet geweldig zouden zijn. Want het volk zei, luister, we hebben je een stem gegeven. De mensen zijn er met de stem vandoor gegaan. Dit keer gaan we anders stemmen. Ze hebben toen anders gestemd. Wat blijkt, het anders stemmen heeft hun niet gelukkig gemaakt. Ze hebben gezien, ze zijn misleid en verleid.
Ze zijn gebruikt als franje, terwijl ze de vlieger kunnen zijn. En dat is een van de redenen dat mensen massaal terugkeren naar het politiek huis. En met massaal zijn het tienduizenden die terugkeren. En ik ben daar erg blij om, want het is tijd dat er een partij met een socialer inborst weer meer zeggenschap heeft in het beleid. Ja, nee, duidelijk. We komen straks terug op toch wel de uitkomst van de verkiezing in 2020, in het bijzonder voor uw partij, Partij Roer. En de mensen die uiteindelijk, zoals u dat zo zegt, verraad hebben gepleegd en uiteindelijk na de uitkomst van de verkiezing in 2015 de overstap maakten naar de NDP toe. Tenminste, ze gingen uit de partij, namen positie in onafhankelijk tussen aanhalingstekens, maar uiteindelijk toch wel de partij van meneer Boutersen te steunen in het parlement. In ruil voor een ministerschap, in ja. ruil voor geld, dat is ja. verhaal. Ja. Je okay. kan het niet anders noemen. Laten we even teruggaan naar het begin, hè, want Bronto Somaharjo, zoals gezegd, de zoon van Paul Somaharjo, uw vader kennen we, hè? Ik heb hem laatst gezegd, wat mij betreft is hij op dit moment de nestor onder de politici, de oudste actieve politicus. En een man die toch wel een staat van dienst heeft. Op zijn eigen wijze heeft hij laten zien dat hij toch wel een politicus is die een bepaald doel erop nastreeft. Vooral het belang van de Javanen dienen. Wij kennen hem, wij weten uit welk hout hij gesneden is, maar we kennen Bronto niet. Ik ben gaan googlen, ik heb Wikipedia opgeslagen, opgezocht en gepoogd wat meer informatie te vinden over toch wel uw achtergrond, uw levensloop. Maar ik kwam niet verder dan een paar zinnen van een ondernemer die minister van Binnenlandse Zaken is geworden. Kunt u ons meenemen, de luisteraars, en vertel ons iets meer over uzelf, over uw levensloop. Wie is Bronto Somaharjo? Ik ben geboren hier in Suriname. Ik moest samen met mijn ouders vluchten mijn derde levensjaar naar Nederland, omdat mijn vader vocht tegen het militair regime. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Holland. Toen mijn vader terugkeerde, 1991, ben ik samen met mijn moeder hier op vakantie geweest. 1994, en dat was ons goed bevallen, maar ik mocht nog niet terug. Ik heb mijn leven voortgezet in Holland en toen ben ik op mijn 21ste, dat is bijna 20 jaar geleden, terugkomen naar Suriname. En sindsdien heb ik van alles gedaan. Ik heb onderneming gedaan, ik ben naar school geweest. Totdat ik 4 jaar geleden werd gevraagd voor de post van minister. Wilde ik in de eerste instantie niet. Dat is nooit mijn bedoeling geweest in de politiek gaan. Maar nadat je in die functie terechtkomt, nadat je ziet dat je veel beter mensen kan helpen, nadat je ziet dat er nog heel veel oneerlijkheid is in Suriname, dan is het je gaan bevallen. En nu ga je met de wil van de macht ga je verder in de politiek. Ja, u heeft dus heel wat jaren doorgebracht in Nederland, hè, zoals u dat zegt. Ja, klopt. Ja, u bent ergens op uw 21ste teruggekeerd. Dan bent u eigenlijk toch wel een zelfstandige jongeman geworden. Wat heeft u gedaan om uw ontwikkeling toch wel naar een bepaald niveau te tillen in Nederland? Heeft u gestudeerd? Ik ben naar school geweest. Deze vraag heb ik vaker gehad. Je zou bijna denken, wanneer je achternaam eindigt met Jo, Kromo, Harjo, Poijo, dat mensen gaan vragen over je opleiding. Maar daar stoor ik me niet aan. Het is eenmaal zo. Je bent als Javaan wordt er een beetje op je neergekeken. Maar niet erg. Ik heb mijn HAVO hier gedaan. Ik heb toen management, economie en recht gedaan. En dat heb ik hier voortgezet in Suriname. Er was toen een afdeling van de hogeschool in Holland, hier ook in Suriname. Ja. Dat heb ik hier toen voorgezet. En wat ik al zei, ik heb ondernemingen gedaan. Ik heb een grond- en verzetbedrijf. Ik heb een restaurant gehad. Ik ben iemand die 10 keer is gevallen, maar ook 12 keer is opgestaan. En dat is denk ik belangrijk in het leven. U zegt, u heeft in Nederland de HAVO gedaan. Ja, en toen de management economie en recht op de... Dat was toen de tijd Ichtes volgens mij. Ichtes College Ichtes. Hier in Nederland. Op hogeschool in Holland. Ja. Maar ze hadden hier ook een opleiding, een afdeling. En dat heb ik hier toen verder gevonden. Ja, en de HAVO heeft u afgemaakt?
Ja. Ja, oké. Oké, dus dan, zeg maar, u heeft eigenlijk een HBO-achtergrond, klopt dat? Ja. En vervolgens bent u ondernemer geworden in Suriname, u bent bedrijven gaan opzetten, u heeft een restaurant. Nou, niet, het was niet zo, het is niet zo dat ik multinationals heb opzet, kleine dingen, ja. Een restaurantje hier en een restaurantje daar. Ik heb toen heel veel evenementen georganiseerd. Ik heb een grond- en verzetbedrijf. Ik ben altijd bezig geweest. Het is nooit dat ik nog in Nederland of nog in Suriname uitkering heb gevraagd of van de overheid. Ik ben altijd bezig geweest met mijn eigen hossel. Ja, nee, duidelijk. Oké. Maar goed, uiteindelijk bent u minister geworden. Niet zomaar. Ik ga ervan uit dat voordat u minister bent en wordt, dat u ook op het politieke vlak toch wel het een en ander gedaan hebt. Waardoor uw vader vond van nou, één, hij gaat mij geen verraad plegen. En twee, hij kan, nou ja, hij heeft voldoende bagage om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Wat zijn op dat punt uw track records? Wat heeft u gedaan om inderdaad uiteindelijk zonder, nou ja, voor uzelf ook, hè, risico's te lopen, minister te worden van Binnenlandse Zaken? Ik heb natuurlijk vanaf kleins af aan heb ik met de voorzitter meegelopen. Hij heeft het zelf gezegd. Hij is de Nestor van de politiek. Eigenlijk is politiek me met de paplepel ingegoten. Dus ik ken het. Ik doe niet onder voor andere politici. Ik ken het spel. Ik weet wat je moet doen. Ik weet dat er om resultaten te bereiken, dat je samenwerkingen moet aangaan. Dat je draagvlak moet zoeken met anderen. Dat kan ik wel. Ik ben erg praktisch ingesteld. Dus ik denk niet dat hij op basis van mijn verleden mij heeft gekozen om de politiek in te gaan, want dat zou niet kunnen. Want wat ik u zeg, ik heb een grondverzetbedrijf, ik heb een horeca heb ik gedaan. Maar ik denk dat op basis van wat hij in de toekomst in mij heeft gezien, dat hij zei, ik kan het werk wel aan. En ik weet niet, u bent journalist, u heeft vaker over mij gehoord. Ik heb volgens mij niet het gevoel dat er slecht over mijn functioneren wordt gesproken. Nou ja, ik probeer met u toch wel een beetje toch wel binnen in te komen, hè? Bij Binnenlandse Zaken. U zegt van het feit dat mijn vader actief in de politiek is, is politiek toch wel mij met de paplepel ingegoten, hè? En zodoende weet ik veel over wat de politiek inhoudt. Maar politiek is een heel breed terrein en Binnenlandse Zaken. Wat waren de ambities? Maar u heeft het over een breed terrein, u heeft het over scholing, maar de beste, naar mijn mening, een van de grootste politici van de wereld, die waren niet politiek opgeleid. Ik weet niet of u ze kent, ik weet niet of u politiek bent ingelegd. Kent u de presidenten George Washington en Abraham Lincoln? Ja, het gaat erom dat het mensen waren met een bepaalde maatschappijvisie, met een bepaalde... Hadden geen opleiding zoals je dat probeert. Geen enkele opleiding. Die waren nooit naar school geweest. Naar mijn mening waren het helemaal Abraham Lincoln. Ja. Die was president tijdens de burgeroorlog van Amerika. Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat de afschaffing van slavernij heeft geschied. Dat is belangrijk voor mij. En ik denk dat u en ik daar van mening verschillen. Niet alleen, zoals u dat zegt, visie. Ik heb mensen wel eens gehoord. Wij, mensen die eindigen op een job, krommel, hebben geen visie. Wij mogen alleen een warm visie verkopen. Wat ik probeer uit te leggen. Het is belangrijk dat als je meedoet aan de politiek, dat je je hart op de juiste plek hebt. Het is belangrijk dat wanneer je meedoet aan de politiek, dat je trots bent om Surinamer te zijn. Ja. Het is belangrijk dat wanneer je meedoet aan de politiek, dat je ziet dat wanneer er problemen zijn, dat vooral wanneer de kloof tussen arm en rijk groot is, dat je die probeert te dichten. En dat is mijn visie. De kloof tussen arm en rijk moet gedicht worden. En als u mij vraagt, op basis van wat heeft de voorzitter of heeft de partijleiding, want vergis u niet, ik ben door de partijleiding voorgedragen, door de partijraad voorgedragen. Mijn voorgedragen om minister te worden, zou u dat aan de partijraad moeten vragen? Ja, nee, maar goed, ik bedoel, ik heb geen twijfels over uw opleiding. Hè. Het is meer om de luisteraars toch wel een beeld te geven. Ik vind het ook niet erg. Ik probeer je alleen uit te leggen. Ja. Ik vind het laatste dat ik erg vind, maar ik probeer uit te leggen. U vraagt, wat is de reden dat u tot... minister of dat moet je aan de partijraad. Nee, maar daar kom je straks op. Maar even, ik bedoel, dat punt dat u maakt van omdat ik Kromme heet of ik heet Brrr. Ja, maar dat is zo. Nou. Er wordt op ons neergekeken. Je kunt dat niet ontkennen.
Want nou, anders gaat u zeggen dat u een vreemde Paramaribo bent. En dat bent u niet, toch? Nee, ik kijk niet neer op wie dan ook. En maar volgens, in het algemeen is het wel zo. U kunt dat niet ontkennen. Ja, maar bij ons op de radio, iedereen die op de radio komt voor het eerst, of je Krome heet, of Sankar heet, of Samson, is het eerste wat ik doe, is de persoon in kwestie introduceren. Bij de luisteraars. Zodat men weet wat de man is, zijn achtergrond, wat hij gedaan heeft en waarom hij uiteindelijk in de politiek is beland. Dat is het. En u bent de eerste keer bij mij op de radio. En daarom vraag ik u, stel ik u die vragen. Even toch terug naar Binnenlandse Zaken. Hè, want nogmaals, het had net zo goed economische zaken kunnen worden of sociale zaken. Ik ga ervan uit dat toen uw vader u vroeg om in zijn plaats minister van Binnenlandse Zaken te worden, dat u daar ook beelden had wat zo'n minister moet gaan doen. Wat waren de beelden die u had, hè, toen u gevraagd werd om minister van Binnenlandse Zaken te worden? Wat voor beelden had u bij die rol? En wat voor ambities had u met die rol? Nou, we hadden dus, op dat moment hadden wij de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Er is toen mij gevraagd Binnenlandse Zaken. Wat wij over hebben genomen van Binnenlandse Zaken. Ja. Dat was niet om over naar huis te schrijven, onder ons valt het hervormen van de overheid. We zaten met kamers vol met beschikkingen die nog niet waren uitgevoerd, met foutieve beschikkingen. Ja. Deze ministerie heeft pensioenen die onder zich vallen, verkiezingen organiseren waar we nu middenin zitten met de nieuwe kiesregeling. Dus met alles wat ik doe is de bedoeling om er zo goed mogelijk werk van te maken, zo goed mogelijk met anderen samen te werken, dat wanneer je iets achterlaat, dat je wel je stempel hebt gedrukt. En dat was mijn ambitie. Ik ben niet zo iemand die zegt, wij gaan dit en dit bereiken, zonder dat je daarvoor een plan daarvoor hebt. Laten we eens alles stap voor stap kijken. Kijk, je komt in een ministerie die het Hof van de Leeuw werd genoemd. En het blijkt nu dat je na 4 jaren later toch met de staf hebt, toch goed werk hebt kunnen verrichten. U las het ook, de IMF had het erover laatst, dat van de spookambtenaren wordt eindelijk aangepakt. En dat is daar, hoeveel jaar bestaat Suriname, dat er eindelijk een aanval wordt gemaakt met de spookambtenaren. Dus de ambitie was om een beter ministerie ervan te maken en ik denk dat dat is gelukt. Ja, een betere ministerie, hè? Op in aanval de taken, de taakstelling van dat departement. Wat waren de belangrijkste taken waarvan u denkt van op dat punt moet ik dat departement grondig aanpakken en zorgen dat beter dan wanneer dan ook deze ministerie uit de verf komt? Nou, de ambtenarij. Kijk, alle ambtenaren vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. Je weet al jaren dat het ambtenarij een waterhoofd is, veel te veel ambtenaren. Dat is niet de schuld van de ambtenaren zelf. Dat is de schuld van de politiek die mensen in dienst neemt. Maar wij moesten het aanpakken. Ja. En wij hebben dat op verschillende manieren gedaan. De verplichte landdienare registratie, waardoor er heel veel data naar voren is gekomen, mensen die een dubbele loon hebben, die hebben we gelijk kunnen afvoeren. Mensen die in het buitenland wonen, die hebben we kunnen afvoeren. Mensen die dood zijn, die hebben we kunnen afvoeren. Ja. Dat is erg belangrijk voor ons geweest. We hebben stimuluspakketten aangeboden waarvan mensen zeggen, kijk, als je eerder de dienst wil verlaten, bieden we je dit en dit aan. En dat gaat allemaal. We zijn natuurlijk niet waar we moeten zijn, maar we hebben in ieder geval een aanval gemaakt met het oplossen van het probleem. Ja. En dat was voor ons erg belangrijk. Ja. Ja, en hebt u de indruk dat u inderdaad een kleinere overheid hebt gecreëerd met uw aanpak afgelopen jaren? Nou, volgens de cijfers van Financiën, en dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Financiën, is er voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is er een afvloeiing geweest van bijna 3000 ambtenaren en dat gaat zo rond de 5%. Dus nogmaals, dat zijn niet de woorden van mij, dat zijn de woorden van het ministerie van Financiën. Ja. Als er vroeger niks was en er is nu 5%, dan mag je tevreden zijn. Dat je jezelf op de borst slaat, maar je bent ergens mee begonnen. Ja, en dat door, zeg maar, reorganisaties en door zorgen dat de overtolligheid, te veel mensen uiteindelijk afgevloeid zijn? Of is dat zeg maar, in krimp door natuurlijk verloop? Nee, door de stappen die we hebben ondernomen. Dat is evident. En door de stappen die we hebben ondernomen, waaronder de verplichte landdienaren registratie, waarin we zijn achtergekomen, jij bent in het buitenland afvoeren, jij bent dood afvoeren. Het heeft allemaal geholpen. Ja. Maar nogmaals, we zijn niet waar we moeten zijn. Ja. Maar je kan ook niet verwachten het probleem wat zich al 60, 70 jaren opstapelt, dat je dat in 4 jaren kan oplossen. Ja, een kleine overheid, hè? Dus minder ambtenaren. Dat zou perfect zijn, een kleine overheid, een efficiëntere overheid. Ja. Hebt u de indruk dat in die 4 jaar inderdaad minder ambtenaren zijn aangesteld?
Ja, dat gaf ik u net aan. We hebben 3000 ambtenaren van de Rokkenaar, ongeveer 3000. Heeft u af laten vloeien? Ja, van de rook gaat af laten vloeien. Ja, maar dat zijn mensen die dood zijn, die eigenlijk op de loonlijst stonden, maar dat die thuis hoorden. Ja, maar dat zijn wel mensen die we betaalden, toch? Ja, nee, duidelijk. Dus u heeft uw bestand opgeschoond, zegt u, hè? Uiteindelijk met 3000, mensen. Ongeveer 3000, zeg 2500, 2600 ambtenaren. Ja, dus mensen die ten onrechte salaris kregen, iedere maand uitbetaald. Ja, dus dat is een gedeelte. Ten onrechte. Je had een gedeelte die dubbele salaris ontving. Ja. Je had een gedeelte die overleden was. Maar je hebt ook een gedeelte die in het buitenland woont. En een gedeelte die we hebben ontslagen vanwege plusgezem. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten redenen waarom we ze van de lijst hebben afgehaald. Ja, ja. Maar goed, ondertussen is de coalitie doorgegaan. En ik heb niet de indruk dat er minder mensen zijn aangesteld. Er zijn ongeveer in de periode van deze regering toch, bijvoorbeeld op het kabinet van de president, tussen de 2.000 en de 3.000 mensen bijgekomen. Nee, maar dat is niet waar hoor. Die informatie berust niet op waarheid. Ik ga u juiste informatie geven. Dat is ook goed wanneer u dat programma presenteert. De informatie is dat wij nu weer op het niveau zitten van voor 2020. U weet, voor 2020 zaten we op een x-aantal ambtenaren. En in de eerste maanden van 2020, dus voordat wij aantraden, zijn bijna 6000 ambtenaren genomen. Na de verkiezingen, ik heb het niet uit het hoofd, zijn ongeveer 4000 ambtenaren genomen door de vorige regering. In totaal zijn er 17000 ambtenaren overgenomen. Dus wat u net aangaf, dat klopt niet helemaal. Ja, u zegt van dat er tussen de 1000 en de 3000 extra ambtenaren bij het kabinet van de president alleen maar zijn aangesteld. Dat verhaal klopt niet. Nee, dat klopt niet. Ja. Hoeveel zijn er dan wel aangesteld? Dat moet ik voor u natrekken. Ik weet wel dat wij sinds vorig jaar mee een ambtenarenstop hebben. Vorig jaar, ja. Maar goed, 3 jaar lang is dat proces doorgegaan. En u bestrijdt dat er 3000 extra kabinet. Ja, dat klopt niet hoor. Dat klopt niet. Ja. Of u moet mij nu het tegendeel wezen, maar ik heb de cijfers, toch? Ja, nee, u geeft mij de cijfers niet, waarvan u zegt van nou, dit is het aantal dat is aangetrokken op het kabinet van de president. Terwijl ik feiten heb waaruit blijkt dat er om en bij zo'n 3000 extra ambtenaren alleen maar op het kabinet van de president zijn aangesteld. Ik ga dat nog een keer herhalen, misschien was ik niet duidelijk genoeg, maar dat klopt niet hoor. Dat van die 3000 klopt niet? Klopt niet, nee. Nee, hoeveel dan wel? Ik zou voor u moeten natrekken, maar het is niet wat u zegt tussen de 1000 en 3000. Oké, u bent minister van Binnenlandse Zaken. En ik ga ook niet met u in discussie, want als ik met u in discussie zou moeten vragen van waar heeft u de gegevens? Heeft u dat van CBUMA? Heeft u dat van het minister van Financiën? Of heeft u dat van mamio.com? Anders ga ik met u in discussie, maar misschien mag ik het vragen 1 keer. Van waar heeft u die gegevens? Nou ja, uit de verslagen die ik onder ogen krijg. Het Bureau voor Statistiek in Suriname, die geeft bepaalde informatie over ambtenaren die in de loop der jaren zijn aangenomen. Dat klopt niet. Ik denk dat u een verkeerde Bureau van Statistiek heeft, want wij hebben dat niet. De enige die cijfers geeft over ambtenaren is de minister van Financiën, minister van Binnenlandse Zaken en de rekenkamer en die drie, dus die statistieken, dat is helaas niet valide om het maar zo te zeggen. Nee, maar dus ik ga u de cijfers doorgeven. Oké, maar goed, de ambitie was uiteindelijk om het aantal ambtenaren terug te dringen. Hebt u een beeld over de totale departementen? Hoeveel ambtenaren uiteindelijk tussen de periode 2020 2024 zijn aangetrokken. Heeft u dat beeld? Ja, ik had daar een presentatie over gegeven in het parlement. Ja. Want het parlement had erom gevraagd. Ik ga dat voor u moeten opzoeken, maar het ging rond de, ik ken het niet uit het hoofd hoor, misschien rond de 300-400 of zo. Maar 300-400 ambtenaren aangetrokken, zegt u? Ja. In tegenstelling tot die 17.000 wat de vorige regering is aangenomen. Maar nogmaals, laat mij de cijfers goed opzoeken. Ik wil niet zomaar cijfers doorgeven. Maar het is niet zoveel als dat wat u aangaf.
Ja, oké. Ik zie dat. En nogmaals, de differentiatie moet gemaakt worden. Wij van deze regering hebben ook heel veel ambtenaren op de rol gezet die door de vorige regering in dienst zijn genomen. Ja. Dat bleef ik benadrukken. Er zijn 17.000 ambtenaren door de vorige regering in dienst genomen, waarvan wij bijna 6, 7, 8 of 9.000 op de rol hebben gezet. Dat Ja. is dat moet de differentiatie. Het moet niet zo zijn dat er wordt aangegeven, nee, Bronto heeft ze aangenomen. Dat is niet zo. De vorige regering heeft ze aangenomen, maar wij waren verplicht om ze op de rol te zetten. Dus die differentiatie moet wel duidelijk gemaakt worden. Ja, kortom, dus u zegt van die overtolligheid komt niet door aanstellingen van deze regering, maar dat komt allemaal door benoemingen van de vorige regering. Nee, die overtolligheid komt door benoemingen van opeenvolgende regeringen. Ik ga niet alleen de vorige regering de schuld geven, dat ben ik niet, zo kent u mij ook niet. Ik ben niet iemand die graag vinger wijst. Het is opeenvolgende regeringen die de politiek al dan niet terecht of onterecht heeft gebruikt om mensen in dienst te nemen. Ja. Ja, een van de Dat is al ambities. vanaf 1975 zo. Ja, een van Maar de. Ik kom. pas vanaf 2020 is er daadwerkelijk een aanvang gemaakt met het saneren van de overheid. Ja. Pas vanaf 2020 is er daadwerkelijk een poging gemaakt om mensen te stimuleren om de overheid eerder te verlaten. Ja. Oké, een van de ambities was zeg maar in die combinatie van private public partnerschap, hè, om dat Waterhoofd zeg maar. Ambtenarenapparaten om die terug te dringen, door mensen uiteindelijk nou ja, klaar te stomen om uiteindelijk een plek te vinden bij private instellingen, bij het bedrijfsleven. Ja, Wat is van die ambitie terechtgekomen? wij zijn in gesprek geweest met de bedrijven, maar het bleek dat de bedrijven ook niet altijd ready waren om de ambtenaren op te vangen. Er is een attitudeverschil tussen ambtenaren en het bedrijfsleven. Dus daar is het niet zo goed uit de verf gekomen, wat Binnenlandse Zaken wel heeft gedaan. Binnenlandse Zaken heeft meer dan 1.000 ambtenaren herplaatst bij verschillende sociale instellingen. Of het nou bij een ziekenhuis is, of het nou bij een ouderentehuis is, of het nou bij een zorginstelling is, of het nou bij een kerk is, een moskee of een hindoe-tempel. We hebben daar wel voor gezorgd dat we 1.000 zoveel ambtenaren hebben kunnen herplaatsen. Ja, u zegt van een aantal ambtenaren heeft u bij bepaalde sociale instellingen, religieuze organisaties, een plek gegeven zodat ze zich daar verdienstelijk kunnen maken. Ja, klopt, want anders hadden ze geen werk brengen. Het is niet een aantal, het is een groot aantal ambtenaren. Het zijn boven de 1.000. Ja, omdat ze dus geen plek hadden in uw organisatie, lees. Geen plek in de overheid en we moesten ze toch doorbetalen. Ja. Toen hebben we de oplossing gevonden. Kijk, als we je toch betalen, dan ga je bij een sociale instelling werken. En dat is goed gelukt. Dat is Ja. heel goed gelukt. Ja, en om hoeveel mensen gaat het dat u dus verplaatst hebt? Boven de 1.000. Boven de Boven de 1.000. duizend, Ja. ja. Goed, meneer Bronto. Kortom, u zegt van terugkijkend op zeg maar uw rol als minister van Binnenlandse Zaken. Heeft u in de 4 jaren toch wel een aantal zaken van de grond weten te tillen? Een van de activiteiten is het voorbereiden van de verkiezingen in 2025. Hoe verloopt dat proces? Ja, dat gaat heel goed. We hebben nog maar 9 maanden. Het is voor mij als politicus interessant, omdat ik zelf ook mee ga doen met de verkiezingen. Maar als organisator van de verkiezingen willen wij ervoor zorgen dat dit een van de best georganiseerde verkiezingen wordt. Een van de transparantere verkiezingen wordt. Vorige keer was het niet goed gelopen door verschillende omstandigheden. Het was toen corona. De rapporten hadden uitgewezen dat de communicatie onderling niet goed was. En wij willen ervoor zorgen dat we met iedereen in communicatie zijn. Dat het zo transparant mogelijk is. Een platform opzetten waarin elke politieke partij meedoet. Elke stakeholder meedoet. Om ervoor te zorgen dat dit een van de transparantste en een van de best georganiseerde verkiezingen is. Dus het is spannend. Een nieuwe kiesregeling. Je weet niet, zeg maar één kiesdistrict. One man, one vote. Dus wij zijn benieuwd. We zijn erg benieuwd. Ja, nou heeft het Constitutioneel Hof een uitspraak gedaan over die kwestie rondom de waarborgsommen. Politiek is er heel veel commotie vanuit Ja, bepaalde groepen. klopt. Ja, klopt. Ja, Ja, klopt. Ja, wat vindt u daarvan? ja. Ja, als minister is het voor mij niet gepast om te spreken of om te praten over uitspraken van de rechter. Kijk, als burger van het land buig ik mij voor elke uitspraak van elke rechter. Maar natuurlijk als organisator van de verkiezing is het voor mij belangrijk dat ik houvast heb.
Ik kan niet elke week kan er iets veranderen, want wij zijn bezig. Continu zijn we bezig. Stembiljet hier, stembiljet daar. Stemlocatie kijken, communicatie met het volk. Dus laat me het zo stellen, voor mij is het wel belangrijk dat er eenduidigheid is in de wetten, dat er niet steeds weer iets wordt veranderd. Maar over de uitspraak van het consortium, daar ga ik daar ga ik mijn mening niet over. Nee, maar wat vindt u zelf van het feit dat u een kiesregeling heeft gewijzigd? En dat met die wijziging ook uiteindelijk stilgestaan is bij toch wel de verhoging van waarborgsommen. Het constitutioneel hof is het met een aantal partijen die de zaak ter beoordeling hebben voorgelegd aan het hof, het eens zijn dat het disproportioneel is met 1000% verhogen van lezen waarborgsom. Ja, ik bedoel, daarmee maak je eigenlijk het onmogelijk voor de burgers. Voor partijen die nog niet deelnemen, zeg maar nog niet vertegenwoordigd zijn in het parlement, om hun democratisch recht op actief en passief recht, kiesrecht, om dat waar te kunnen maken. Wat vindt u daarvan? Laten we dat zo. Laat mij niet uit het oogpunt bekijken vanuit het constitutioneel hof, maar laat mij uit het oogpunt bekijken vanuit het parlement. De wet is goedgekeurd met 2/3 meerderheid. De parlementariërs zijn gekozen door het volk. En ik snap hun wel. Er moet een waarborgsom zijn. Want als je dat niet doet, ga je straks met 90, misschien wel 100 partijen de verkiezingen meedoen. Elke hobbyist zou dan kunnen meedoen aan de verkiezingen. En dat brengt mij weer in de problemen. Want hoe ga ik dat doen met mijn stembiljetten? Dus als ik het vanuit het oogpunt bekijk vanuit het parlement, vanuit het oogpunt bekijk vanuit de mensen die zijn gekozen door het volk. En de kiesregeling is aangenomen door 2/3 meerderheid. Dus een absolute meerderheid van in het parlement. Dat snap ik hun ook wel. En nogmaals, wij gaan ons buigen voor de uitspraak van het hof. En wij zullen zien hoe wij daarmee gaan dealen. Maar ik snap nogmaals wel de beweegredenen van het parlement. Er moet een waarborgsom zijn. Ik heb er zelfs over gesproken. Luister, als hij niet kan waarborgsom, laat het dan zo zijn dat elke politieke partij die meedoet een bijdrage levert voor de kosten van de verkiezingen. Dan krijgen ze het bedrag niet terug, maar ze zetten dan een x-bedrag, ik weet niet, noem een bedrag, om ervoor te zorgen dat ze bijdragen in de kosten van de verkiezingen. Want het is duur verkiezingen draaien. Als ik een partijnaam, bijvoorbeeld partij Pietje, op de verkiezingslijst moet zetten, kost dat geld. Stembiljet kost geld. En als diegene nog geen 100 stemmen had, dat is toch, ja, ik weet niet of ik kiezersbedrog moet noemen, maar het is toch ook niet ter bevordering van de democratie als je 90 of 100 partijen mee laat doen aan de verkiezing. Ja, maar bent u niet bezig de democratie en het deelnemen aan, zeg maar, dat democratisch proces om in het parlement vertegenwoordigd te kunnen zijn, maakt u dat niet tot een elitaire aangelegenheid? Wie geld heeft mag meedoen, wie geen geld heeft mag dan niet meedoen. Maar is het fragmenteren van het politieke landschap ook niet een inbreuk op de democratie? Waarom? Als je straks 100 partijen hebt mee laten doen. Ik vind dat een partij duidelijk zijn visie aan het volk kenbaar moet maken. Ik vind dat de partij duidelijk haar plannen aan het volk kenbaar moet maken. Maar als je plannen aan het volk kenbaar moet maken, dan kan je toch ook een x-bedrag neertellen. En het bedrag is niet zo groot om mee te doen aan de verkiezing. Als je omrekent, zo 800.000 of 900.000 SD. Als je de kiesdelen zou moeten halen, want dat was eerst in de wet, toch? Dat je 1% van de kiesdelen moet halen. Als je dat nu zou doen, 900.000 gedeeld door 4.000. Dat betekent dat je per lid 225 euro zou moeten leggen. Dat is toch geen groot bedrag? Nou ja, het is net van welk oogpunt u die dineert. Hè? U zegt zelf, 700... Ja, maar wij bijvoorbeeld, wij Pachuilen hoor, zijn een partij van en voor het volk. Als wij onze leden vragen, zet 100 SED bij om aan de waarborgsom te voldoen. Dan is het toch geen probleem om die waarborgsom te voldoen. Nee. Nou ja, u gaat ervan uit dat iedereen en alle partijen al zeg maar voldoende leden hebben. Nee, meneer Kateram, ik ga ervan uit dat vroeger het volgens de grondwetje 1% van de kiesdelen moet hebben. En als Surinamer hoor ik me te dienen aan de grondwet.
En als je geen 1% van de kiesdelen hebt, dan waarvoor doe je mee aan de verkiezing? En als je 1% van de kiesdelen hebt, wat bijvoorbeeld 4000 personen zou zijn, en je vraagt die 4000 personen 100 gulden om mee te doen, dan kan je toch aan de waarborgsom voldoen? Ja, maar oké. Okay. Daar ga ik van uit. Maar u gaat er bij voorbaat van uit, hè? Dat al bij het begin een partij, een groep, voldoende mensen zeg maar kan mobiliseren om geld over te maken. Dat is in een nog zich ontwikkelende economie, democratie natuurlijk, toch wel een enorme opgave. Nou, niet als je een georganiseerde partij bent. Nogmaals, bij Pachalo is het mogelijk. En als je een georganiseerde partij bent, als de VHP, als de NDP, de ABOP, de BEP, PALU, dan zou dat moeten lukken. Je moet toch ook een georganiseerde partij zijn. Het is toch niet de bedoeling dat je opstaat vandaag en zegt, hallo, 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 mijn naam is Pietje, ik wil op de lijst. Ik wil mee aan de verkiezing. Wij in Suriname, ze hebben een partijenstelsel. Dus je moet wel wat hebben als partij. Een visie moet je hebben. Een plan voor het volk. Maar je moet ook een 100.000 of 200.000 SD hebben voor de waarborgsom. En als je dat niet hebt, is het dan logisch dat je dan meedoet aan de... Ja, maar in Nederland, om deel te nemen aan de verkiezingen, landelijk, hè, betaal je €12.000 als waarborgsom. Als ik dat bedrag dat u op dit moment... Maar krijgen ze daar terug? Ze krijgen het terug, ja. Oké, dus dat moet ik voor u navragen. Krijgen het hier terug. Hè. Als je deelneemt aan de verkiezingen en je hebt een zetel behaald in het parlement, krijg je het bedrag terug. Tegelijkertijd krijgen alle partijen die waarborgsom betalen een bedrag van €12.000 uitgekeerd om uiteindelijk campagne te voeren. Ja, dat bedrag krijgen ze dan gelijk vice versa terug. Ze moeten wel uiteindelijk verantwoorden, hè, hoe ze dat bedrag hebben besteed. Maar u vraagt aan de kiezers in Suriname, nogmaals, een nog zich ontwikkelende economie, 750.000 SRD. Ik heb het uitgerekend, grosso modo, hè, met de koers van vandaag. Dan komen we neer op ongeveer €25.000. Dat is toch veel geld? Ja, veel geld voor mij, veel geld voor u, ja. Maar voor een partij die meedoet aan de verkiezingen, voor een partij die invloed wil hebben in het beleid, voor een partij die invloed wil hebben in het beleid om op te komen voor haar burgers, dan kost verkiezingen geld. Democratie kost geld. Denkt u, meneer Kantrap, dat het gratis is, verkiezingen? Nee, het gaat erom dat je als land, hè, je burgers moet aanmoedigen om te kunnen participeren. En je gaat geen drempels opwerpen in de vorm van geld, waardoor je ze ontmoedigt om deel te nemen actief aan die verkiezing, aan die democratie. En nogmaals, als het een bedrag zou zijn rond de 1000 en de 10.000 euro, zou ik zeggen oké, dat moeten ze kunnen opbrengen. Maar €25.000, 750.000 SRD delen door 30, nou te rekenen maar uit wat eruit komt. Maar wij gaan hoogwaarschijnlijk uw voorstel meenemen om het bedrag te verlagen. Maar dan nog gaat uw stem horen dat het bedrag te hoog is. Maar ik blijf erbij. Ja. Eén, wij willen niemand uitsluiten van de verkiezing. Als je een partij bent, een georganiseerd partij, dan kan je dat opbrengen. Maar als het constitutioneel bedrag, het bedrag is te hoog, er was geen grondslag voor die 1000-maal verhoging, dan gaan wij als regering, dan gaan wij als parlement ernaar kijken en dan zullen we het bedrag verlagen. Maar je zal altijd tegenstand krijgen van, en dan wil ik het op een zo goed mogelijke manier zeggen, van de partijen die in het verleden ook hebben bewezen dat ze niet meer als een x-aantal stemmen hadden. En natuurlijk, iedereen moet meedoen met de verkiezing. Iedereen, en niemand moet een drempel opleggen. Maar u moet ook realistisch genoeg zijn, de heer Kantrap. Ik kan niet 100 verkiezingspartijen op een verkiezingslijst zetten, toch? Ik heb nu al moeite met mijn stembiljet. Nee, het is een kwestie van organiseren en plannen, meneer Bonto. Als u dat wilt, wilt. En nogmaals, dan maakt u maar een lijst met 100 partijen. Maar u mag het argument niet gebruiken dat uw lijst te omvangrijk wordt en dat u daarmee mensen gaat beknotten om recht te doen gelden van een democratisch recht. Ik vind, nogmaals, vindt u niet dat u als democraat eigenlijk antidemocratisch bezig bent? Nee, dat zeker niet.
En dan wil ik even teruggaan op wat u zegt. Wat zei u, het gaat over organiseren? Ja, plannen en organiseren. Als u dat goed plant, in de zin van u maakt een goede zeg maar, kiezerslijst. Het is net hoe u dat wilt. Als er inderdaad 100 partijen zich zouden melden, in Nederland zoekt men daar oplossingen. Vertegenwoordigd zou je ook via de digitale weg bijvoorbeeld mensen kunnen laten stemmen. Dat moet niet een ingewikkeld proces zijn, dat moet niet een reden zijn. U bent minister van Binnenlandse Zaken, creatief genoeg. U heeft genoeg deskundigen om uiteindelijk het mogelijk te maken dat ook ongelimiteerd aantal mensen met hun partijen deel zouden kunnen nemen aan die verkiezing. Dus eigenlijk zegt u, en dan moet u mij verbeteren, als ik, het maakt niet uit hoeveel de verkiezingen gaan kosten, maar als ik het goed... Nee, even, u moet nou wel mij laten uitleggen. Ja, gaat u gaan. Want u weet, hoe meer kiezersbiljetten, hoe meer stembiljetten, hoe groter het duurder gaat worden. U zegt tegen mij, Bronto, het maakt niet uit hoeveel de verkiezingen gaan kosten. Jij moet plannen en organiseren. Begrijp ik dat goed? Nou nee, kijk, met een kiezerslijst, het bedenken van dat je heel wat partijen op een kiezerslijst moet krijgen, is een kwestie van kennis, plannen en organiseren, hè. En ja, maar dan doet u net alsof u de kennis heeft wat voor materiaal de kiezerslijst heeft. Dan doet u net alsof u weet hoe groot de kiezerslijsten hier gedrukt kunnen worden. U doet net alsof u weet hoeveel gram een papier moet zijn van de kieslijst. Maar dat weet u niet. Maar wat u nu gaat doen is speculeren. Nou, we dat niet doen. Laat mij aan u uitleggen dat er een x-aantal grootte zijn voor de kiezerslijsten. Dat er een bepaald soort materiaal is voor kiezerslijsten, voor stembiljetten, en dat je niet een wc-papier kan gebruiken om... Nee, maar dat zeg ik ook niet. Wat ik probeer uit te leggen, als u het heeft over planning, wat ik heel mooi vind, is het ook goed als de politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezing, die voor het belang willen opkomen van hun volk, ook plannen dat ze een x-bedrag kunnen storten als waarborg. Ja, maar als u en ik daarover gaan praten, als u praat over een bedrag van 500.000, dat is voor mij ook goed. 100.000 is voor mij ook goed. Dan gaan wij dat verlagen. Maar het moet niet zijn om het bedrag. Het waarborgsom is gezet om het volk ervoor te laten zorgen dat er niet iedereen... want we zijn een partijenstelsel. Het is niet zo dat je net als in Nederland lijst van Kartaram kan opstellen. Je kan pas op de lijst als je wordt voorgedragen door een partij. Ja, dat weet u. Meneer Bronto, de partij moet statuten hebben, de partij moet opgericht zijn. Het is anders dan in Nederland. Dat moeten ze allemaal hier ook hebben. Hè? Een partij moet opgericht zijn, moet statuten hebben. Nee, maar u hoeft niet voorgedragen te worden door een partij. Hoe bedoelt u? Als je bedoelt, het is toch die partij die op een lijst plaatst? Nee. Zoekt u dat op. U hoeft niet voorgedragen te worden. U kunt gewoon meedoen met de verkiezing lijst Fred Kartaram. Ja, maar dat is die lijst Fred Kartaram die mij voordraagt met 35 handtekeningen. Nee, en die partij hoeft ook geen leden te hebben, net zoals hier in Suriname er een waarborg zo wordt. Het is de democratische inborst van het land om zo min mogelijk drempels op te werpen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ik probeer u uit te leggen dat mijn democratisch inborst erg hoog is. En dan niet omdat ik een waarborg soms zet, dat u mij gaat betichten dat ik een antidemocratisch ben. Dat kan natuurlijk. Ik ben de organisator. Zoals het constitutioneel hof zegt, het moet redelijk en billig zijn. Naar de staat van de economie, inkomen van land en volk. Hè. Ja, maar het constitutioneel heeft niks gerept over antidemocratisch. Nee, dat zijn bijwoorden. Dat zijn niet de woorden van het constitutioneel hof. Maar als we deze discussie voeren met u, een politicus, ja, dan probeer ik toch wel te toetsen hoe stevig uw democratische inborst is. En als u inderdaad een democraat bent van hart en nier, dan gaat u geen drempels opwerpen waarbij bedragen als waarborgsom worden opgeëist die een gewone man niet kan opbrengen. 25.000 euro, lees 750.000 SRD. Ja, dat heeft de gewone man, de burger in het land, niet ergens op een plank liggen. En dat weten de politici, dat zijn de mensen die met 3/4 meerderheid uiteindelijk dat besluit hebben genomen. Die weten dat. En mijn vraag is, is men niet elitair bezig? Is men niet bezig voor de eigen parochie allerlei veiligheidsmaatregelen te treffen, zodat er minder politieke organisaties
deelnemen aan de verkiezingen, waardoor hun kansen minder worden. Is dat niet het geval? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat u erg negatief kijkt naar de politici in het land. Ik denk dat wij het doen, zij het doen, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de democratie wordt. Want ik blijf het zeggen, het is niet de bedoeling dat iedereen opstaat en morgen meedoet aan de verkiezing. De kwaliteit van de verkiezing moet ook gewaarborgd worden. Wij moeten er ook voor zorgen dat onze kiezers kunnen kiezen Meneer Bronto, wat bedoelt u met kwaliteit? Welke criteria verbindt u aan kwaliteit? Nou, een bestaande partij. Een partij die zoals de grondwet dat voorschrijft, een 1% van de kies achter zich heeft. Een partij met een goed plan, een partij met statuten. Dat is voor mij kwaliteit. Maar nogmaals, ja. ik vind het onredelijk als u zegt er wordt een waarborgsom gewerkt omdat we antidemocratisch zijn. Dat is een moment waar je burgers zijn. Als ik mag uitwerken, ja. U kunt mijn democratisch gehalte niet toetsen of het wel of niet toestaan van een waarborgsom. U bent de heer Kartram. U weet toch uit hoe wij over democratie denken? U heeft toch gesproken met de voorzitter van Pechuiloord. Dus ik vind het onterecht, maar u zult daarvoor uw reden hebben. Het is mooi om dat aan te geven, maar het is niet uit ondemocratische. Ik trek uw democratische inborst niet in twijfel. Het gaat bij mij om het debat over een waarborgsom en in hoeverre toch wel een hoge waarborgsom antidemocratische elementen in zich heeft. En daarmee bedoel ik dat je mensen, kiezers, burgers in een democratie ontmoedigt om deel te nemen aan de politieke participatie. Dat is nogmaals, ik vind de discussie goed en ik ben blij dat we deze discussie voeren, maar wij ontmoedigen niemand. Wij moedigen juist vooral het ministerie van Binnenlandse Zaken. Doe mee met de verkiezingen. Mijn streven is dat iedereen die kan en wil stemmen, gaat stemmen. Mijn streven is dat we in plaats van 70% participatie meedoen aan de verkiezing, 85% halen. Mijn streven is dat iedereen in Suriname, ook degene die minder geletterd zijn, precies weet wat zich afspeelt tijdens verkiezing. Maar mijn streven ook is dat wij efficiënte verkiezingen draaien. Mijn streven ook is dat wij een democratie hebben die gebaseerd is op kwaliteit. En nogmaals, misschien omdat u niet in het land bent, misschien bent u lang niet geweest, maar als wij geen waarborgsom zetten, dan is het hek van de dam. Dat probeer ik u uit. En dan kunt u zeggen, Bronto, dan maak je verkiezing met 100 partijen op een stem. Dat is onrealistisch. Het kan niet. Hoe wil je dat ik dat doe? Maar ik ga u misschien na het gesprek ga ik u uitleggen hoe een stembiljet eruit moet zien. Wat voor papier er gebruikt moet worden. En dat kan je niet. Wat u zegt, wat u adviseert, zet iedereen op een stembiljet. Dat is onmogelijk. Dat is niet efficiënt. En u wilt toch dat dit naar goede verkiezingen draait? Ja, maar u heeft een stelsel, hè, nu, waarbij dus toch wel één kiesdistrict is, heel Suriname. En dat betekent dus dat u eigenlijk niet meerdere lijsten hoeft te af te drukken, maar dat toch wel voor het hele land één lijst gaat gelden met al die politieke partijen. En nogmaals, het gaat om redelijkheid en billijkheid. Een verkiezing kost natuurlijk geld, dat hoort bij een democratie. Maar lijsten die wat meer politieke partijen zeg maar zouden behelzen, dat mag niet de reden zijn om te zeggen, om dat te ontmoedigen, gaan we dan die drempel op verhogen naar 750.000. Dat is ook niet de reden, en laat me daar duidelijk over zijn. Ja. De reden voor mij is dat ik de kwaliteit van de democratie wil bewaken. En nogmaals, ik wil dat onze kiezer keuzes heeft van verschillende politieke partijen. Maar op basis van op basis van de inborst van de partijen. Ja. Dus ik wil niet dat mensen stemmen, of ik wil niet dat er de mogelijkheid is dat de mensen stemmen op een partij die alleen maar wil meedoen omdat er verkiezing is. Ja. Ik vind dat de partij die meedoet een bepaalde ideologie moet hebben. De partij die meedoet een bepaalde visie moet hebben. De partij die meedoet een bepaald plan moet hebben voor Suriname. Maar ook een partij die meedoet volgens de grondwet minimaal 1% van de kiesgerechte achter moet hebben. En dan kunt u dat niet prettig vinden, maar de grondwet van Suriname is waar ik voor moet buigen.
Misschien u niet, maar ik moet buigen voor de grondwet van Suriname. Ja, oké. We komen nog een keer daarop terug. Even toch wel, u bent als goed is straks in december de lijsttrekker van de Partij Luhur. U zult die partij moeten gaan leiden naar verkiezingswinst. Hè? Met de wil van de almachtige zeker. Ja, het is pas in december beslist. Het is een hell of a job hoor, om een lijsttrekker te zijn. Ja. Hoe wilt u dat gaan doen? Want wat is uw verhaal om zoveel mogelijk kiezers toch wel te verleiden dat ze straks op uw partij gaan stemmen? Nou, mijn verhaal of ons verhaal is duidelijk. De verkiezing van 2025 gaan de belangen groter zijn dan ooit. U weet, er is een Amerikaans bedrijf die heeft voorspeld dat in de eerste 3 jaren Suriname $7,000 miljard gaat verdienen aan oliegelden. Sommige mensen wanen zich al oliesheiks. En ons verhaal is duidelijk. Het geld, de rijkdommen van Suriname moeten nu eerlijk verdeeld worden. Wij willen niet meer dat de rijken rijker worden en de armen armer. Het is tijd dat het sociale meer invloed krijgt in het beleid. En dat is onze catch-up. De rijkdommen moeten nu eerlijk verdeeld worden. We hebben zelfs een plan. We hebben aangegeven dat volgens wet de geborenen een aandelenpakket krijgen van $10,000 en die dan op 21-jarige leeftijd kunnen verzilveren. We hebben aangegeven dat volgens wet de 21-jarigen een dividenduitkering krijgen en bij wet er goedkoop aandelen verkocht kunnen worden. Ik heb ze dat uitgelegd. We hebben in de 50 jaar onafhankelijkheid hebben wij niks gezien, of het volk heeft niks gezien van de bauxietinkomsten, van Suraco, van Biliton, van olieinkomsten. En wij willen ervoor zorgen dat een gedeelte, en het is maar een fractie, want het zou ons $100 miljoen per jaar kosten. En de eerste 3 jaren verdienen we $7,000 miljoen. Het is een fractie dat wij ervoor willen zorgen dat het geld direct terugkomt naar het volk. Dus het is niet een kwestie van verleden, want wij willen dat niet doen als partij. Wij willen een eerlijk verhaal vertellen aan het volk. En het eerlijk verhaal is dat je kan kiezen tussen de socialisten of de kapitalisten. Ja, dat is de toekomstdroom, hè? Dan, als er zoveel geld binnenkomt van olie, willen we dat. Maar goed, ik bedoel... Nee, het is geen toekomstdroom, heer Katram. U heeft de laatste paar keer, zet u vaak woorden in mijn mond. Het is een plan. Een plan die we gaan uitvoeren. Wij zijn niet politici. U heeft mij nooit kunnen betrappen op dat ik mensen valse beloften heb gedaan. Mijn woord is mijn woord. En als wij als Pachaloor iets aangeven, dan gaan we dat uitvoeren. Ja. Wij als Pachaloor hebben aangegeven, toen wij aan de macht kwamen in 2000, dat wij de AOV als eerste zouden volgen. Dat hebben we gedaan. Wij als Pachaloor hebben ervoor gezorgd dat er een taalunie is komen. Dus wij zijn niet iemand die luchtkastelen bouwt. Wij zijn een partij die met plannen komen die uitvoerbaar zijn. Ja, nou ja, we zien dat 4 jaar lang, hè, het land toch uiteindelijk niet verder is gekomen dan waar u het land in hebt overgenomen. Dat klopt niet helemaal wat je zegt. Ik ga u toch echt een keertje uitnodigen in Suriname. We hebben ervoor gezorgd dat de inflatie is gedaald. We hebben ervoor gezorgd dat de kasreserve is gegroeid. We hebben ervoor gezorgd dat de koers stabiel is. We hebben ervoor gezorgd dat AOV van 1200 naar 1700 zoveel is verhoogd. We hebben de koopkrachtversterking van 1800 SED gecreëerd. We hebben de zwakke huishoudens verhoogd. Dus nee, het is niet zo wat u zegt dat het land is achtergelaten zoals het is zichzelf is als we hebben aangetroffen. Nee. We hebben een schuld van $4 miljard aangetroffen en we hebben die dat herschikt. Dus heer Katram, ik heb begrepen van mijn vrienden dat u normaliter goed geïnformeerd bent, maar in deze ben ik wel erg teleurgesteld. Nou ja, nee, dat kunt u vinden, maar ik bedoel, u zegt van we hebben een kasreserve opgebouwd, hè? En u zegt we hebben de mensen toch wel een koopkrachtversterking geboden. Ja, ik zeg niet dat we het perfect hebben gedaan. Ja, maar ondertussen zien we toch wel. Ja, en inderdaad, inflatie is naar beneden gedrukt. De koers, van 60% naar 18%. De koers is zeg maar gestabiliseerd. Stabiel. En het zakt nu. Ja, dus we doen wat. Ja. Het is niet zo dat we het land nu is als we het hebben aangetroffen. Dat is bescheiden. Maar als ik economen op dat punt hoor, dan zeggen ze dat is niet te danken aan het feit dat er prudent beleid is gevoerd. Maar dat heeft te maken met het feit dat juist het volk verarmd is. En doordat het volk verarmd is, is er ook geen consumptieve zeg maar, dynamiek in die samenleving. Waardoor je dus uiteindelijk een minder behoefte hebt aan
bijvoorbeeld vreemde valuta. En dat mensen dus ook niet meer consumeren, waardoor prijzen uiteindelijk gaan dalen. Dus dat heeft te maken met het resultaat van 4 jaar verarming van het volk. Dat zeggen economen, dat zeg ik niet. Dus dat die inflatie gedaald is, dat weet ik, dat de koers gestabiliseerd is. Maar is dat te danken aan prudent beleid? Nou, als ik u ga zeggen of het te danken is aan ons of te danken aan de economen, ik ga die discussie niet aan. Feit is, koers is gedaald, inflatie is gedaald, de prijzen stabiliseren. Ik zeg niet dat we er zijn. Dat zeg ik helemaal niet. Ja. Ik zeg niet dat we de beste zijn, dat pretendeer ik ook niet. Ik zeg wel dat de tools wat wij hebben gehad, en wij hebben 1 zetel van het volk gehad, dat wij daarmee wel een paar dingen voor het volk kunnen. Nogmaals, het is niet waar we moeten zijn, maar stapjes bij speetjes komen we. Ja, maar u zegt met die 1 zetel hebben we gedaan wat we het volk hebben beloofd. Ik bedoel, wat zijn dan op dat punt uw wapenfeiten? Nou, mijn wapen, nogmaals, ik doe dit in teamverband, ons wapenfeit is dat wij geprobeerd hebben de ambtenarenapparaat te hervormen. We hebben geprobeerd de public sector reform uit te voeren, wat ook goed is bevonden door het IMF. Wij hebben geprobeerd de sociaal zwakkere toch tegemoet te zien. En als partij zelf, los van de staat, hebben wij elke dag proberen wij weer het volk te voorzien van goedkope basisgoeden. Dus dat zijn, het zijn niet, zoals u dat zegt, wapenfeiten. Het kan beter. Maar het is niet dat u mij komt uitleggen dat wij hetzelfde zijn als de vorige regering. Maar dat ga ik u logisch terug. We zien nog altijd nogmaals dat de belangrijkste overheidstaken zo goed als verpauperd zijn. En niet van de grond komen. Kijk maar naar de zorg. Ik las vandaag nog een bericht dat de minister oproept om niet massaal, tenminste niet als het kan, naar spoedeisende hulp te komen. We zien dat de zorg niet optimaal draait, omdat de deskundigen het land hebben verlaten. We lezen iedere dag dat bijvoorbeeld de minister van OW niet tot zijn taken komt, omdat hij geen geld heeft. En zo kan ik dat lijstje verder aflopen. We zien de boeren in Nigeria dat nog altijd toch wel in actie zijn, omdat ze niet gecompenseerd krijgen de schade die ze geleden hebben en die hen beloofd was. Kortom, ik kan niet anders concluderen. En we horen de president ook zeggen dat hij wil, maar die het geld niet heeft. Ja, als u zegt dat u een kasreserve hebt opgebouwd, waar heb je dat geld voor gereserveerd? Dan geef je dat geld toch uit om die belangrijke overheidstaken naar behoren uit te kunnen voeren. En de mensen die lijden onder bepaalde omstandigheden, in dit geval de boeren in Nigeria, maar ook de boeren in het binnenland, zodat ze gecompenseerd worden in de schade die ze geleden hebben door allerlei omstandigheden. Dan heb je een kasreserve, zegt u, maar u zit op die kasreserve. Ja, ik heb, om daarop in te gaan, ik heb begrepen dat van de boeren de president met ze heeft gesproken afgelopen weekend. De staking is opgeheven. Ze hebben 10 miljoen extra bij gehad, daar ben ik erg blij om. U weet zelf als geen andere dat kasreserve er niet is voor constructieve doeleinden. Het is om de dekking van de dollar te bewaken. En ik ben het met u eens. Het gaat nog niet overal goed, alhoewel openbare werken en gezondheidszorg niet een beleidsgebied is van onze partij per Tjuilen hoor. Vind ik ook dat dat beter kan, maar mijn collega's zeggen zelf dat ook. Ik bijvoorbeeld, als ik een mening mag geven over gezondheidszorg, dan vind ik dat de middelen veel beter gedistribueerd moeten worden. Laat meer geld naar de zusters gaan, laat meer geld naar het verplegend personeel gaan en laten we aan de tafel gaan zitten met de specialisten. Wij hebben overal een plan voor, meneer Kateram. U zult het niet geloven, Pujalo heeft overal een plan voor ons en elke plan die wij hebben is gebouwd op sociale rechtvaardigheid. Okay. Ook voor veiligheid. Als wij moeten zeggen, veiligheid kan beter, dan ga ik niet zeggen, we moeten de handen afkappen van de mensen die geld stelen van hun of privé bezit stelen van anderen. Maar dat gaan we niet doen, net zoals de moslimlanden dat doen. Maar er moet gesproken worden. Het kan op vele gebieden veel beter. Wij komen van de achterstand. Wat ik u aangaf, er is een achterstand aangetrokken van $4 miljard. Alle instituten zijn kapot geslagen toen de tijd. En die probeert de president samen met de vicepresident probeert dat op te bouwen. En ik ben ervan overtuigd dat bij de verkiezing van volgend jaar 25 mei 2025 wij van Pujalor meer inspraak zullen krijgen in het beleid. Ja, maar goed, de afgelopen 4 jaar is er bijgeleend. Hè? Veel meer dan
verwacht. Bedoel, 4 miljard was, zegt u, de schuldenlast. Inmiddels, hoe hoog is die schuldenlast op dit moment, meneer Bronto? Dat zou ik aan mijn collega moeten vragen van Financiën. Ja, maar u weet dat er geleend is afgelopen jaren. Er is geleend bij het IMF, maar tegen betere voorwaarden. Niet als bij Oppenheimer 15, 16, 17 procent rente per maand. Nou ja, desalniettemin is er geleend. En ik lees nu dat uw regering ook richting Oppenheimer gaat. Om ook weer geld te lenen, bedoel, of het nou EBS is. En ik ga u weer vragen. Ik ben een beetje teleurgesteld in u vandaag. En waar heeft u dat gelezen van Oppenheimer? Heeft u dat niet gelezen? Nee, waar heeft u dat gelezen? In de West. Oh nee, dat ook. Een keerpunt. Nee. Gewoon een artikel in de West. Dat EBS, zeg maar, Oppenheimer binnen heeft gebracht. Om te kijken of er geld geleend kan worden. Nou, dan zal ik dat met mijn collega van NH moeten bespreken. Dat wist u dus niet. Maar wij, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Want nee. het is een erg stringent en prudent beleid wat mijn collega Raghubar Singh uitvoert. En zomaar lenen gaat dat niet toelaten. En vooral niet tegen hoge rentes. Ja, maar u en heeft vooral een paar, niet voor constructieve doeleinden. U heeft een paar keer tegen mij gezegd dat u teleurgesteld bent dat ik niet goed geïnformeerd ben. Maar er staat een artikel in de West met als datum even kijken. Kan ik de datum vinden? 8 augustus 2024, met vetgedrukte letters. Regering San Tokio overweegt nieuwe Oppenheimer-leningen. Dat u dat niet weet, dat verbaast mij. Dat ga ik dan nakijken. Ik wil weten wie dat zegt in die krant. Het is niet dat ik het heb gezegd of collega Financiën, toch? Wat zegt u? Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat, dat die informatie niet komt van collega Financiën. Dat weet ik zeker. Nou ja, En meneer Carteram, en hij gaat degene die erover gaat, toch? Dus laat het correct houden. Ik weet dat u een beetje geagiteerd bent, maar laat het correct houden. En ik had u beloofd, ik zou tot half één met u zitten. Het is nu al 1:15. Dus laten we nog een vraag doen en dan kunnen we... Ja, nee, maar goed, dit bedrag, dit geld, dat van Oppenheimer, dat is bestemd voor EBS. En EBS is een parastatale organisatie. Het is voor een groot deel overheidsbezit. Ik kan me niet voorstellen dat meneer Raghubar Singh dit niet weet. En dat dit zo in de West. De West heeft het gepubliceerd. Laat mij het zo formuleren voor u. Het is nog niet ter sprake gebracht in de regeringsraad. Ja, en ik neem mijn informatie uit de regeringsraad. Ja. Laat me dat zo voor u. Ja, nee, oké. Okay. Dus, maar goed. U kunt van mij aangaan dat het nog geen enkele keer is besproken in de regeringsraad. Ja, maar u zegt van, u weet van deze lening niets af. Dat heb ik u net aangegeven en ik zal het u nog aangeven. Van deze lening weet ik niks af. Ja, oké. Okay. Maar dat staat met vetgedrukte letters, hè, in de West. Ik zou zeggen, neemt u kennis van en daar staat het duidelijk. Dat, ik zal het brengen naar de regeringsraad. Ja, oké. Okay. Nou, meneer Bronto, ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Want op heel veel zaken had u het niet geweten, jammer genoeg. De cijfers over het aantal ambtenaren die erbij zijn gekomen, dat wist u niet. Het aantal ambtenaren die op het departement van de kabinet van de president zijn aangesteld, dat wist u ook niet. En dat hoort toch een minister van Binnenlandse Zaken te weten, of niet? Ik ga u verbeteren, meneer Carteram. Ik heb niet gezegd dat ik niet weet hoeveel ambtenaren op het kabinet zijn aangenomen. Ik heb u gezegd, het aantal van 1000 tussen 3000, wat u aangeeft, is onjuist. 1, 2, ik heb u niet gezegd dat ik niet weet hoeveel ambtenaren de afgelopen periode zijn aangenomen. Ik heb u aangegeven dat wij duizenden ambtenaren die door de vorige regering op de rol zijn gezet, die door de vorige regering zijn aangenomen, dat hebben we op de rol gezet. Dus ik wil wel graag dat u mijn woorden juist formuleert. Ja, en bij de begrotingsbehandeling was toch de begroting van het kabinet van de president vergeleken bij de vorige toch met 80% verhoogd? Meneer Carteram, ik blijf u herhalen dat die aantallen wat u noemt kloppen niet. Ik weet niet waarom u dat steeds herhaalt, misschien heeft u daar een bedoeling bij, maar ik blijf u herhalen, die aantallen wat u zegt klopt niet. Ik geef u aan dat wat u zegt dat ik heb aangegeven, dat ik als minister van Binnenlandse Zaken niet weet hoeveel ambtenaren zijn. Dat klopt ook niet. Dus u moet wel de juiste informatie doorgeven. Ja, maar hoeveel? U heeft mij een voorgesprek gehad. U kwam heel amicaal over.
En dan moet u niet opeens anders doen tijdens... Het is een amicale gesprek, hoor. Ja, okay, dus u moet daar niet zeggen, de minister van Binnenlandse Zaken heeft u aangegeven. Wij hebben duizenden mensen op de rol gezet die door de vorige regering zijn aangegeven. Ik heb u aangegeven... En duizenden ambtenaren zijn bij de huidige regering niet aangesteld. Niet aangenomen. Nee. De tijd van Bronto Somohadjo en Santokki zijn er niet een paar duizend ambtenaren erbij gekomen. Nee, dat klopt niet. Ik heb u net aangegeven, toch? De minister van Financiën heeft zelf gezegd, we hebben bijna 3000 van de rol gehad. Ja, dat hebt u net uitgelegd. Maar dat is een stuk van natuurlijk verloop. En een stuk van overtolligheid die er niet, vervuild bestand was. Toch? En ik heb u aangegeven in het parlement. Ik heb middels een slide aangegeven hoeveel er in de afgelopen... Misschien kunnen we het afronden, want u bent zo... geeft u me 30 seconden, Evo? Ja, ja. Even. Ja, doe maar rustig aan. Ik heb alle tijd. Meneer Bronto zoekt de cijfers op, begrijp ik. Even. En ik heb aangegeven dat volgens informatie van Financiën, want u doet een beetje boos de afgelopen 10 minuten, dus voor u ga ik wel die moeite doen om die slide even op te pikken. Geeft u mij 10 seconden even? Ja. Volgens informatie van minister van Financiën, dat er het afgelopen jaar min 200 zoveel mensen zijn aangenomen. Min 200 mensen, afgelopen maanden. En het jaar daarvoor zijn er 354 mensen aangenomen. Volgt u me nog? Ja, ik luister. Maar dan gaat u zeggen, ik weet de cijfers niet. U bent een beetje boos vandaag, meneer Katram. Nee, ik probeer toch wel de feiten met de luisteraars te delen. In 2021 zijn er 2162 mensen in dienst genomen. Houdt dit vast? Ja. En 2020 en 2021 rond de 7000 mensen. Maar wat ik u aangeef, die 7000 mensen van 2021, 2020 en 2022 zijn aangenomen door een groot gedeelte aangenomen door de vorige regering. En die hebben wij op de rol gezet. En dit heb ik gepresenteerd in het parlement. Dus ik hoop dat ik met deze cijfers, ik had het u eigenlijk eerder moeten geven, maar ik dacht dat niet zo interessant voor u zijn dat ik u duidelijkheid heb verschaft. Ik ga het voor u herhalen. 2020, 1869 mensen in dienst genomen. 2021, 5817. 2022, 2062. En 2023, min 2373. En die aantallen van duizenden zijn door de vorige regering in dienst genomen. Ja, dus is dat duidelijk genoeg voor u? Ja, dus u zegt van de gros aan nieuwe aanstellingen komen uit de periode van Boutersen. En niet uit de periode van Santokki Brunswijk. Ja, dus je moet het goed definiëren. De mensen die op de rol zijn gezet. Nieuwe aanstelling is nieuw. Dat zijn door ons. Maar de mensen die grotendeels op de rol zijn gezet, dat is het aantal wat ik heb opgenomen, zijn door de vorige regering aangenomen. En u bestrijdt de stelling dat in de periode 2020 en 2024 niet een paar duizend nieuwe aanstellingen... Nee, niet door de regering. Niet door de regering. Nee. Okay. Ik hoop dat u tevreden daarover bent. Nee, dat antwoord is duidelijk. Ik ga u bedanken voor dit gesprek, meneer Bronto. U ook, maar bedankt voor de tijd. En succes met uw verkiezing straks. We hebben een uur langer gesproken. Het was een mooi gesprek. Voor het eerst dat ik met u mocht praten. Ik bedank de vraagstelling. Ik hoop dat als ik iets verkeerds heb gezegd, u weet, wij Javanen zeggen dan altijd Amit, vergeef het ons. Maar ik hoop dat volgende keer u beter werd geïnformeerd. Goed, dat spreken wij ook. Oké, bedankt en tot de volgende keer. Dank, dag.
मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। कमी है जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे, मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी।